opmerk dat ze wel lichtelijk zenuwachtig nu wordt. Zeg maar, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. De Dix. Goedemorgen jongens. Het is zaterdag vandaag. Finale dag van Lisanne. Het is nu in de ochtend. We hebben gisteren niet meer gevlogd. Eigenlijk hebben we bijna de hele dag niks gedaan. Op ons bed gelegen. En eventjes getraind. En nu ga ik even met mijn familie. Want die zijn er natuurlijk ook. Dat is super leuk. Ga ik even sightseeën. Of ja, soort van. Ik heb eigenlijk nog bijna niks gezien. Dus ik dacht, nou, nu is het mooie tijd. En dan ga ik vanavond naar het stadion uitvaren. Samen met Lisanne. Ik merk dat ze wel lichtelijk zenuwachtig nu wordt. Maar ik denk wel dat ze er klaar voor is. Dus ik weet dat ze er klaar voor is. Dus het wordt een super spannende dag weer vandaag. En maar goed, ja, zij is dus nu gewoon de tijd aan het uitzitten met een filmpje, Netflix en whatever allemaal. Lekker chillen. En ik ga dus nu even de stad in. En dan zien we elkaar later weer. Maar wat ik zei. Ga ik even sightseeing. Spannende dag vandaag. Nee, hallo allemaal. We wilden even vloggen. We zijn nu, we gaan nu naar de Brandenburger Toren toe. In Berlijn. We kunnen lopen. Let's go. En ja. Goed verhaal. Dit. Ja, je kan echt goed vloggen, zus. Dit is trouwens de andere zusje. Ja. Want heel veel mensen die vragen altijd aan ons. Hey, jullie hebben toch nog een zusje? Ja, dat ben ik dus. Nou, dat is Yvonne. Nou, vertel eens wat over jezelf. Nou, ik ben Yvonne, ik ben 15 jaar. No! En verder? Doe je een atletiek? Dat willen mensen nee, dat weten. Nee, ik doe niet aan atletiek. Ik heb doe je wel. Gedaan? Heb ik gedaan, maar niet mijn sport. Ik zit wel op voetbal. Voor de mensen die dat interessant vinden. Juist. Maar je bent een mega fan van zusjes te weten. De. Hallo. En nu ben je zo kwijt. Ah nee! No! Lekker eten! Het is bijna zover jongens. Het is, ik ben nu op de warming-upbaan. Zo, dan liggen we nog even te chillen. En dan begint ze denk ik over een half uurtje met de warming-up. En dan gaat ze de finale lopen. Zijn jullie zenuwachtig? Ja! Ik kan het branden en dat ik helemaal toe stond maken als ik dit niet wat te laten zien waar ik niet weet. Ja, zij zegt dat ik kan zo bullshit om te redden. Ja, dat doet iedereen. Dat zit iedereen. Zie je hem uit de eerste persoon met mij. Die wijken met Xenia Walter 6. Valt mij, hè?
Current leader, Chara Alta, 658. Op dit moment Chara Alta aan het uitspringen met de mid-sex. 58. Dit is sowieso in orde. Hij moet zo meteen goed gaan. Maar het komt goed. Ook dat zijn die teilnemen. Polen, aus Polen, Justina, Svetlik. Ik heb een senior. 800 meters. 2 jaar.
jij. Ja, zo. Auf der Weihnachtsstraße. Dat willen we een porleetje zien, oké? Okay? Ja. Matthäus Borkowski. Van een bronzen medaille. Ja. Ja, ik kan het niet helemaal geloven, denk ik. En moet dat nog binnenkomen? Ja, ik. Tijdens de race had ik het niet helemaal door, want ik zat natuurlijk in baan 2 en ik zag al die twee meiden voor me en ik dacht, shit, ging natuurlijk voor goud. Maar op een gegeven moment dacht ik, zit er eigenlijk wel iemand verder nog? Ik zag het gewoon niet, dus... Is je het wel op de laatste 50, 100 meter? Nou ja, ik keek een beetje in mijn ooghoek, zeg maar. Ik keek een beetje naar rechts. Net op de finish, naast de finish, dacht ik, hey, volgens mij zit er verder niemand. Dus volgens mij heb ik gewoon een medaille, maar ik moest wel even voor de zekerheid even checken. En dan zie je het. En dan? Want je staat hier nu ook nog onderkoeld. Ja, ja, wat moet ik zeggen? Ik vind... ik geloof het wel, maar ik vind het gewoon nog even... Ik moet nog... gaan de jurk. Nooit meer loslaten, die vlag. Nee. Ik denk dat ik hem zo moet inleveren, maar... misschien hou ik hem stiekem. Nou is het ook... Nou loop je ook een dik PR in de finale. Daar hebben mensen vaak moeite mee. Hoe heb je dat gedaan? Ja, ik had eigenlijk niet door dat ik dat liep. Ik ging gewoon zo hard mogelijk weg en ik dacht, als ik medaille wil winnen, dan moet ik gewoon keihard weg. Ik heb geen idee hoe dat ging, maar ja, laatste kon ik echt mijn benen niet meer optillen. Maar ik dacht, ik moet door. Dus ja, ik weet het niet. Ik ben echt heel blij ermee. Hoe ben je zo kalm gebleven? Want hebben we het na de halffinale ook al even over gehad, hè? Je kwam hier en niet zomaar als een atlete. Daar lag toch ook wel een beetje druk op? Ja, nogal. Kijk, ik had misschien goud moeten winnen, maar zo voelde het voor mij echt niet. En ik ben zo blij met de medaille, daar ging ik echt voor. Maar ik was wel echt super zenuwachtig van tevoren, dus ik was eigenlijk echt niet kalm. Nu sta ik er heel kalm bij, maar het viel echt tegen bij de warming-up. Maar ja, ik ben gewoon heel blij dat het is gelukt. Echt heel blij. Die laatste uren, laatste kwartieren na de wedstrijd toe, die waren niet leuk? Nee, verschrikkelijk. Ik zei nog tegen Laura of zij als je die wilde lopen. Zusje? Ja. Ik dacht, dat heeft toch niemand door, maar... En nu blij dat je zelf hebt gelopen? Ja, nu ben ik wel blij. Maar ik denk dat elke atleet dat wel voor de start heeft, weet je. Niemand die wil. Iedereen heeft zoiets van, nou, laat er iets gebeuren waardoor het niet doorgaat, denk ik. Maar in ieder geval, ik heb dat. En, maar ja, je moet er allemaal mee dealen. Heb je er al gezien, je zusje? Nou, alleen van veraf. Volgens mij staat ze daar ergens. Dus ik ga er zo naartoe. Wanneer komt dit nou wel binnen bij je? Want volgens mij sta je hier nog niet wetende dat je medaille hebt gewonnen. Nou, ik denk straks als die medaille om mijn nek hangt. Ik denk dat het dan wel echt tot me doordringt. En waarschijnlijk als ik mijn coach en Laura en de familie en vrienden zo heb gezien, dan komen de tranen wel, denk ik. Zeg waar. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nou jongen, oh. We zijn dus nu zeg maar aan het wachten totdat Lisanne uit de dopingcontrole en de media zo komt. Maar het is heel lang. Laura is net naar binnen gelopen, alleen die heeft het ook nog niet gezien, dus ja, maar even, ze is gewoon derde geworden, holy shit hé. En nationaal record, nou, het is echt niet te geloven. Toppie. Nee, ik kan het gewoon echt niet beseffen, maar we hopen echt dat het snel komt, want we willen even een feestje vieren hier, dus ja. Hallo! Hallo! Oh mijn god! Waar is Owen? Weet ik niet. Stoppen. Kijk, fantastisch. Ah, ik ben zo terug! Ja. Ja, echt bizar. Ja, echt vet. Ja. Oh shit. En nu? Ik heb alweer dopingcontrole gehad. Oh, wel snel. Ja, je moest natuurlijk heel nodig. Uiteraard. Ja, toch een beetje. Waarom is Owen er niet? Nou, mama is net daar alleen, maar. Ja, Owen. Wat heb jij? Wauw, ze zit naast je. Oh, het helpt toch niet. Ik moet niet ook. Het ruikt daar wel, maar. Het smaakt een beetje daarna. Het smaakt een beetje naar kijken. Oh, het is veel, man. Ga je eten? Nou, ik denk wel 1000.
1000 berichten. Ik denk dat jij meer. Oh, ook volgers. Ik denk dat jij wel 5000 berichten hoor. Nee, echt niet. Lies, kan je de volgende keer ook mijn naam noemen? En mijn grootjes. Ja, het scheelt me wat volgers. Dank je. Ik heb het eigenlijk niet. We zijn wel part of the package, hè, zeg maar. Ja. Lies en Dries. Lies en Dries. De hele prestatie. Oh, ja. Nou. Ja, jij moet het doen, Lies. Van al deze mensen, ook jij bent denk ik het meest gehaald. Dat denk ik wel, ja. Dat is wel waar, denk ik. Domme. Ik heb echt veel voor je gelopen. Ja, daarom. Maar ik ga echt niks over mijn tijd van vandaag zeggen. Want dan loop ik ver achter je namelijk. Maar misschien wil Owen dat wel. Ja, Owen. Eén hand zo'n pizza. Oh! Zo, dat was echt goed. Oh, wow. Ga je weer? Zo, die zit erin, Lau. Nog twee happen en je bent klaar. Het lukt niet. Sven is ook heel blij. Ik luister niet. Nee, dat... Dank je. Dat is de vlogcamera. Ja. Hey slingers, ik mag niet hard praten, want het is 2:00 s'nachts. Waar ben je? Hier ben ik. De weddenceremonie? Ja. Oké. I would like to, yes. Nou, goedemorgen jongens. Deze medaille. Winnares. Zo, kom er even niet op. We gaan nu even de medaille je halen. Je was er zelf ook een, dan kan je het nou vergeten. Ja, sorry. Maar we gaan nu dus in de auto. Kijk. VIP jongens. VIP jongen. Bah. Bam. Nee, totaal niet. Nou, nooit van onder filmen. Het is nog steeds niet echt, zeg maar. Echt, maar ik weet niet of dat echt gaat komen ook eigenlijk. Ik weet het niet. Ik denk als je zo meteen dat ding omheen hebt. Als je een lekker momentje van, oké, ja, het is toch wel echt waar. Maybe not. Wow, niet echt een grap. Zijn jullie er? Nee, dat ding. Wat Thank you.
Dames en heren, Tine Dani is de winnaar. Die zon is ook zo heftig. Ja, even je medaille erop. Oh, die zon. Mooi. Heute Abend een groot moment. Gaat hij nog? Ja, het gaat. We zijn weer bij het stadion. Want we hebben een meet and greet, jongen. Alleen we weten niet zo goed met wie. En ik zie allemaal Nederlanders. Dus ik denk met hun. Kijk maar. Daar staan ze. Bij het mooie stadion. Hallo. Es sind keine Glasflaschen. Ich habe hier noch mehr Stifte. Möglichkeiten mit der Eintrittskarte wenden sich bitte um die Anmeldung. Viel Spaß beim heutigen Event hier im Stadion Berlin. Dear guests, welcome to the European Athletic. Ich kijk vor, ob er den Krach mit Ayo. Wir haben den Pfau. Ja. 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 Nou, we gaan het vloggen.